Het Comenius Netwerk heeft dus beurs uitgereikt, waarvan ik er ook één gekregen heb. En het netwerk bestaat uit onderwijsvernieuwers die ook met elkaar gaan uitwisselen, overleggen en leren van en met elkaar. Dus het is heel waardevol dat wij daar aan deel mogen nemen. Ik heb dus een beurs gekregen voor het Torpedo-project. En dat is een digitale leeromgeving voor rekenen en wiskunde, waarin PABO-studenten zich kunnen voorbereiden op de landelijke kennisbasistoets die ze in hun derde jaar moeten doen. En waarin ze met name hun probleemoplossend vermogen voor rekenen en wiskunde kunnen ontwikkelen. We hebben een aanvraag ingediend voor een Comenius-project. En het project gaat over het gamificeren van een cursus onderzoeksvaardigheden doen voor studenten. Het is een vrij brede cursus. Studenten mogen onderzoek doen en het lijkt een hele eenvoudige opdracht. Zoek een onderzoeksopdracht, dus vraag naar iets wat je moet verbeteren. Ga mensen interviewen, collega's, hoe je dat kan verbeteren. Doe een praktijkverkenning, zoek in literatuur hoe je het kan verbeteren. Dan leg je die informatie naast elkaar en dan bedenk je verbetering en dan ga je kijken of het werkt. En studenten vinden dat heel moeilijk, want er zit heel veel vrijheid in die opdracht. En als je dat gaat gamificeren, dan kan je stapjes in het proces gaan belonen. Waardoor studenten zelf mogen bedenken wat ze in die stapjes doen. Maar ondertussen door een soort structuur eroverheen te leggen, krijg je toch een soort voortgangsbewaking. Het project is een project wat ingaat op onzekerheid dat studenten ervaren tijdens het afstuderen. Als we met tools kunnen werken en studenten over de hobbel van onzekerheid kunnen helpen en misschien zelfs wel die onzekerheid positief kunnen laten gebruiken, dan kunnen ze dat in allerlei leerprocessen inzetten. Het Comenius netwerk is een netwerk waarin instituten, universiteiten en hogescholen informatie kunnen uitwisselen. De innovatieve docenten die worden met elkaar in contact gebracht en die kunnen ervaringen uitwisselen. Alle tools die we ontwerpen met de studenten op dit moment, die komen ook publiek beschikbaar via de website van Comenius of anders, zodat iedereen ze kan gebruiken. De meerwaarde van dit project is dat we tussen de partners kennis kunnen uitwisselen. En voor specifiek de Hogeschool Utrecht is het interessant dat we deelnemen op het gebied van veilige onzekerheid, omdat we ons hiermee kunnen onderscheiden van andere hogescholen en onderwijsinstellingen. Omdat we investeren op studenten die leren omgaan met onzekerheid in professionele situaties. En dat is uniek in deze tijd.